Nou, ja, zoals dit. Dit vind ik mooi. Zoals het kroegje zo. En nou, het is allemaal klein, kerkje erbij. En, ja, het is gewoon een mooi dorp. En ik woon hier al mijn hele leven. Dus ja, dan wil je gewoon blijven. Woningen zijn er wel in Aarlanderveen. Maar te duur voor een starter. En voor ouderen zijn er geen aangepaste woningen. Het gevolg is een leegloop. En er wonen in deze regio honderden oud-Aarlanderveeners die eigenlijk in hun hart het liefst hier hadden blijven wonen. Dus het is al een oud probleem. Alleen waarom is het nu acuut? Omdat je nu ziet dat de leefbaarheid van het dorp naar de toekomst toe onder druk komt te staan. De meeste 65-plussers zijn inmiddels vertrokken. En ook in de leeftijd van 20 tot 40 jaar zijn er nauwelijks inwoners. Volgens de Belangenvereniging is er niet veel voor nodig om de gaten in de leeftijdsopbouw te dichten. De gemeente, zet nou je handtekening niet onder allerlei mits en maren en begin niet met allerlei excuses vooraf. Maar zet gewoon je handtekening. Wij gaan voor 5 woningen per jaar in het dorpje, zolang als noodzakelijk is om hier een gezonde leeftijdsopbouw in het dorp te realiseren. Over 6 weken wordt de petitie aan de gemeente Aarlanderveen aangeboden.